En de ziekenhuisbonden zijn nog steeds van plan morgen actie te voeren als de regering niet inkomt met een oplossing. Robin Arendorp, voorzitter van de bonden bij het Sint Vincentius Ziekenhuis, Diaconessenhuis en de regionale gezondheidsdienst, hoopt dat er vandaag nog een reactie komt van de regering. Aan de leden van deze bonden is gevraagd om thuis te blijven als de situatie ongewijzigd blijft. Tot op dit moment is alles status quo. En moet eerst iets te horen krijgen voordat het besluit genomen kan worden. Wat wordt het? Wordt er opgeschort of blijven de zaken zo? Dat is het van belang dat ik as soon as possible word geïnformeerd. Het besluit van de directie van het Diaconessenhuis vindt Arendorp prematuur. Dit ziekenhuis heeft bekendgemaakt dat in verband met de aangekondigde actie van de personeelsbond er een opnamestop van kracht is. Ook COVID-19 patiënten worden niet opgenomen en heeft de leiding van het ziekenhuis besloten zoveel als mogelijk klinische patiënten te ontslaan. Want in tegenstelling tot het Javanese ziekenhuis heb ik wel gemerkt dus dat bij het RK ziekenhuis de nodige voorzieningen treft. Indien het niet doorgaat. Maar het zijn geen voorzieningen waarbij men zegt van ik stop. Ik bedoel omdat er men heeft dan een aangepast programma klaar. Ja, maar dan ben ik dus zover gegaan om te zeggen wie het is van morgen. Ja, want het was... Dat is per directie, hoor. Dus... Dus dat is apart van de bond zelf? Ja, dat is apart. Ja, ja. Want ik kan niet, dat is mijn vraag aan mij, maar ik ben niet degene die bepaalt van de mensen dus die moeten reageren. Wij hebben al ons zegje gedaan. Robin Arendorp, voorzitter van de bonden bij het Sint Vincentius Ziekenhuis, Diaconessenhuis en de regionale gezondheidsdienst. De voorzitter hoopt dat er snel gereageerd wordt op het voorstel van de ziekenhuisbonden.